wij weten alles over de liefde. Zou moeten. Hallo daar! Hallo, leuk dat jullie kijken naar deze video van The Girls. Hallo! Mijn naam is Sarah. En ik ben Julia. En jullie kennen ons misschien wel van het Jinersong Festival. Echt of heel lang geleden. Misschien nog. Maar. Of we acteren daarnaast ook nog. Misschien heb je ons wel eens een keer gezien in een serie of zo. Ik zou het niet weten. En we zingen ook nog en maken liedjes en covers en zo. Dus. En vandaag zijn we de Girls doktoren. Ja. Ja hoor. Zeker weten. En Love Talk, jullie zien het al. Yes, het betekent. En we gaan wat leuke vragen beantwoorden. Vragen, ja, gewoon verzoekelijk dingen. Ja. En op het koffertje zitten dus wat vragen. Oké. Kijken. Huppatee. Komt u maar. Oké. Mijn beste vriendin zit in een andere klas. Maar ze wordt door haar klasgenoten uitgescholden. Wanneer ze ergens wil gaan zitten, wordt er tegen haar gezegd: sorry, maar er zit al iemand. Je hebt geen vrienden. Ik wil er iets van zeggen, maar zij wil dat niet. Wat kan ik doen? Nou. Wat een gemeene klasgenoten. Jezus, dat vind ik normaal. Vind ik echt niet leuk. Ik wil wel even zeggen tegen M. En dat ik het heel, ja, dat ik het heel erg goed vind dat ze... Dat vriendin wil helpen. Ja, dat vind ik echt wel heel fijn om te horen. Want dat vind ik wel echt, dat is gewoon een hele goede basis van een vriendschap. Als je dus zoveel om elkaar geeft dat je die ander ook echt wil helpen. En dus dat vind ik echt wel heel goed. Dus maar echt een hele... Thanks daarvoor, hè? Ja, dat sowieso. Maar wat ik na een situatie vind. Oké, okay. Ja. Hoe gaan we dit oplossen? Wat gaan we doen? Nou. Zijn we... Nou, ik weet het. Maar kijk, daar best niet zit in een andere klas dus. Ja. Nou, misschien is er een mogelijkheid dat ze van klas kan wisselen. Dat zou wel echt veel moeten. Dat zou heel fijn zijn, maar dat weet ik natuurlijk of dat kan. Dat je met de directeur bespreken en alles. Dus dat zou misschien een optie zijn, maar misschien een wat simpelere optie is. Voor degene die gepest wordt. Als jij gewoon. Je moet eigenlijk helemaal niks van aantrekken als ze dat tegen jou zeggen. Als ze zeggen van je mag niet zitten, want je hebt geen vrienden, er zit al iemand. Zeg je gewoon ja, sorry, ik ga er toch gewoon zitten, doei. En dan kijken hoe ze reageren daarop, toch? Ja, dan moet je wel wat ballen hebben, maar jij ja, kan dit, M. Ja, dat komt goed. Nee. Doe M, de beste vriendin van M. Ja. Wel scherp blijven, hè, Joe? Wel scherp blijven. Ja, dus dat zou je misschien kunnen proberen. Gewoon zeggen, ik zit hier en ik blijf hier zitten. Ja, kijken hoe ze daarop reageren. Scheid hebben, toch? Huppatee. Shake them off like Taylor. Oh, shake them off like Taylor, the haters. Zo is dat. Oké. Ik zit een beetje in het probleem. Ja. Een vriendin van mij heeft een verkering met een meisje en nu heeft ze helemaal geen tijd meer voor mij. Wat moet ik doen of zeggen? Oeh, dit is altijd zo moeilijk. Ik wil net, volgens mij, dit herken jij dit probleem heel erg. Ik herken dit ook wel. Sarah heeft ook een vriend. Ja. En ik vond het eerst ook wel een beetje moeilijk. Of van, want dan nog steeds wel soms. Ja, want dan gaat het toch wel eens veel minder vaak. Echt een beetje om, weet je wel. Voel je een beetje replaced? Nee, we weten dat niet zo is, hè? Nee, tuurlijk, maar in ieder geval, aan het begin dan denk je wel zo van, oh, weet je wel, dan zie je gewoon. Ik heb het ook met een andere vriendin, dan zie je elkaar gewoon veel minder, weet je wel. Dat is lastig. Maar ja, wat kan je eraan doen? In ieder geval, ik heb ze meer gewoon een beetje ruimte gegeven, ook. Ik heb jou ook gewoon zo van. Zeker. Want je weet ook. Je weet dat het uiteindelijk die vriendschap ook best wel weer wat minder gaat worden. Ja, dus aan het begin is het allemaal nog heel erg van puppyliefde en zo, dan wordt het altijd. Want dan zie je elkaar misschien helemaal niet echt. Maar je moet het gewoon een beetje tijd geven en een beetje ruimte geven. En je kan ook best wel naar je vriendin toe gaan of naar je zus. Van, hé hey Sarah, zullen we gewoon een keer afspreken met z'n tweeën? Net zoals die date. Ik net van, als je elkaar mist, weet je wel. Maar dat is inderdaad goed wat je zegt. Dat je zegt van, hé, zullen we misschien wat meer tijd samen spenderen? In plaats van dat je zegt, ik vind het niet leuk dat je dit en dit en dit doet. Snap je het beter als je positief benadert van zegt van, hé, zullen we een keer... Zo mooi dit zijn. Ja. Het is wel lekker als je dan zegt van, hé, zullen we een keer... Of gewoon met datums van, hé, kan je die en die een dag afspreken? Dat vind ik misschien leuk. Ja, precies. Nee, maar je moet natuurlijk niet tegen haar toe gaan zo van, ja, ik zie jou nooit meer en wat is dit nou? Maar ik moet dan eerlijk zeggen, heb je ook wel een keer bij mij gedaan dat je dan zei van, Sarah, ik zie je nooit meer, dat vind ik echt niet leuk. En dan ga ik toch meteen in de verdediging. Ook van, ja, want jij hebt ook nog tijd en zo, weet je, dan wordt het altijd een soort van een beetje dat is niet, dus jij wel en ja. Gewoon positief benaderen, gewoon eerlijk zeggen, geef het wat ruimte. Ja precies, je moet ook gewoon je vrienden wat ruimte geven, want dat hoort erbij. Want als jij vriend bent, geloof me, dan ben je net zo erg. Woe! On to the next one. On to the next one, moeten we even op de grond gooien. Dat hebben we gedaan. Oh, dat gaan. Smooth girls. Ik ben heel goed bevriend met een jongen, maar mensen denken altijd dat er meer is tussen ons. En dit is echt niet zo. Hoe zouden jullie hiermee omgaan? En zijn jullie bevriend met boys? Oké. Nou, zullen we eerst antwoord geven op de vraag?
zijn die bevriend met boys. Zijn wij bevriend met boys? Ja. 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 Daar is niks geks aan. En ook gewoon vriendschappelijk vriend. Zeker. Ja, vriend. Gewoon echt vriendschappelijk hoor. Ja, dat, maar dat kan ook gewoon. Ja. Ja, nee. Ja, soms heb ik wel. Ik geloof ook weer niet heel erg in een vriendschap tussen meisje en jongen, want er is meestal altijd wel één iemand die zeg maar de ene soort van wel. Daar heb ik ook een theorie over. Maar daar gaan we het niet over. Nee, daar heb ik een theorie over. Ik kan het wel even snel zeggen. Ik denk, als je echt beste vrienden bent tussen meisje en jongen. Ja. En zeg maar, niet één daarvan valt dus op hetzelfde geslacht. Dan denk ik wel dat er echt de kans eigenlijk bijna 90% dat de een de ander wel misschien net iets leuker vindt, maar misschien niet eens doorheeft. Maar als je gewoon normaal vrienden bent, maar beste vrienden, zie je elkaar zo vaak, dan zit er vast wel iets van chemie of zo. Denk ik, hè? Maar wie ben ik dat? Dat is een theorie. Ja, ik heb dat het meeste over, maar daar gaat het nu helemaal niet om, want jullie vinden elkaar echt niet leuk. Nee, dat zegt ze. Jullie vinden elkaar echt niet leuk, jij weet hoe dat zit, dus wat maakt het uit dat andere mensen dat denken? Vinden. Ik bedoel, who cares? Ik zou het echt niet erg vinden als mensen dat denken. Nee. Ik bedoel, je hoeft je ook niet eens te verdedigen. Je kan gewoon mensen laten praten en denken van, oh jongens, hou je gewoon lekker met je eigen zaken bezig. Want ze moeten echt met hun eigen dingen gaan bemoeien. Ik ben er zo moe van. 2018, het jaar om je gewoon met je eigen zaken te bemoeien. Mind your own business. Maar echt. Maar echt. Yes. Ja, dank jullie wel voor het kijken. Ja, en natuurlijk voor de vragen. Ik hoop dat iemand er wat aan heeft gehad. Dat zou heel fijn zijn natuurlijk. Dus laat ook even in de comments weten als jij zelf nog advies hebt voor iemand. Ja, dat zou natuurlijk heel fijn zijn. En vergeet natuurlijk niet deze video te liken en te abonneren. Op Girls. Yes. En dan is er snel weer een nieuwe video op dit kanaal. En wie is de volgende Girls Doctor? Die hebben het wel eens gedaan met een meisje, gewoon om te proberen. En dat is helemaal niet gek.